naarmate er een lengte is tussen de auto's. En dat wordt dan dichtgerend richting de Tarzanbocht. Maar de eerste aanval is er gelopen. Marcel Duits, denk ik, krijgt de kans om zeker op met Sandra van der Sloot. Ja, Sandra van der Sloot die in ieder geval heel volhoudend zal zijn. Dat hebben we in al die jaren van haar autosport dat hier al gezien. Mooi te zien hier dat rijke auto's wat hier door de Hugelandbocht, de Hutsenrubocht, daar boven. De laatste auto is een landmachtauto. En dan die tweede groep daarachter met de grote Pauline en Verschuur. En daar is natuurlijk ook weer de laatste auto, een landmachtauto. Nou, die dames zijn ongetwijfeld wat van plan. Sila Verschuur, die afgelopen zaterdag met de paar seconden achterstand op Hilversum. En die zal nog wel verder naar voren proberen te komen. Terwijl we Sandra van der Sloot nu zien aandringen bij Marcel Duits in de S-bocht. Dat betekent van dat Van der Ven langzaam maar zeker wat meer ruimte krijgt. Duits moet in zijn spiegels gaan kijken. En dan ziet hij daar de landmachtauto van Sandra van der Sloot met de blauwe spiegels. Van der Sloot die verder op het podium naar de tweede plek wil. En daar ook al even lang maar een klein probleempje had en daardoor terugviel. Melvin de Grote nog steeds op de vierde plek. Ronald Morin vijfde en Sheila Verschuur zesde. Dan hebben we ook nog een... die had hier nog iets van jou voor hem gehouden. En daar is het ook weer om te inhalen onder de gele vlag. Die is voor auto nummer 8. Tim van Gogh rondrijdend op de tiende plaats. Tim van Gogh dus, een drive-through penalty wegens verhalen. Onder de hele vlag. En die is weer binnen door proberen in de Tarzanbocht, maar daar net niet van op ruimte had. Ik heb nog een keer voor het verleden. En zo een vierde plek. Op de vierde plek. Het probleem met Verschuur eigenlijk elke ronde heeft, is dat ze met de achterstand.